What up mensen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is John Groot en dit is Manuela. Dus ja, we gaan weg nu. Ik vind het best wel sad eigenlijk. Ik moet plassen. Met huilen. We gaan nog niet weg, nog niet. Oma heeft gewoon voorgesteld van nee, als er weer iets is, de huissleutel mogen we nog even bij ons houden. Dan kunnen we bij ons eigen spullen. En als we willen hier weer willen slapen, dan mag dat. Wow, joh, dat is echt lief. Echt hè? Dus wanneer we ook willen, in welke situatie dan ook. Het bedje stond klaar, zei ze. Oké, okay, let's go, champ. Dit is mijn motherfucking champ. Champ, 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 champ. Wil je het bed nog op meenemen? Deze? Oma. Hey, liefie. Dankjewel. Graag gedaan. Jullie zijn altijd welkom, hè? Dat heb ik je straks verteld. Ja. Oké. Okay, we zijn hier heel dankbaar. Ja, dat hoeft niet, dat heb ik je ook al gezegd. Ja, ik heb het net ook al een beetje gezegd. Doe maar uit. Doe maar uit. Ik heb het allemaal gezegd. Nee, maar we zijn echt heel dankbaar. Ja, lieverd. We voelen hier ons thuis. Nou, helemaal goed. Ik vond het super geweldig, super leuk, gezellig, fijn, verwelkomend. Nog meer. Positief, motiverend. genieten, gezellig. Klaar. Om hier te zijn. Ik had voor geen goud willen missen. Ik ook niet. Nee, ja. Zeker niet. Dus dat. We hebben echt genoten. Nou, is goed, jullie zijn welkom. Dankjewel. Heb ik al gezegd, wat voor reden ook als jullie weer blijven slapen. Nu wel even, dan zit de knip erop. Dus nou moet je wel even weer een appie bellen. Maar in ieder geval, dankjewel hoor. Ja, graag gedaan jongen. Ik hoop dat jullie lekker slapen vannacht. Komt goed. Oh ja, natuurlijk. We gaan natuurlijk weer af. Hoi joh! Dat is spannend, hè? Maat, het voelt echt net of we gewoon afscheid nemen en een soort wereldreis gaan maken en dat we nooit meer terugkomen. Maar we gaan waarschijnlijk gewoon bij mijn ouders voorslapen. We slapen gewoon daar voor je huis, oma. Ah, ja, komt heel maar langs. Aankloppen. Nee. Oké. Okay. Nou, dan gaan we maar weer onze dag verder... Beginnen. We gaan even melk halen. Heb je zin in melk? En een boek halen. Wow, oké, okay, let's go. Here we go! We are driving home. The sun is whispering in our hair. Yeah. Ja, we gaan gelijk op tijd weg, want die buurvrouw hier op nummertje... Oh. Ik zat al te zeuren. Toeteren naar oma. Nee, ze is wel weg. Maar in ieder geval, we gaan eventjes... Wat gaan wij doen? Ja, naar Luf. Ik wil graag een boek halen. Die heeft... Mijn bonusmama heeft die opgestuurd van hey, dat is misschien wat voor jou en ik voelde me gelijk getrokken en ik wilde heel graag al lang een boek lezen. Hoeveel boeken heb je al die we al niet hebben gelezen? Nog? Ik wil er één. Die ik, één. Ik vind het liever niet dat je hem nu haalt. Die kan je toch ook later nog even halen? Nee, ik wil hem nu. Nee. Mag ik op zijn minst gaan kijken? Moet dat nu? Ja. Zullen we gewoon naar de boer halen? Ja, prima, maar daarna gaan we dan even Maatje. Kijken. Dat is echt weer zo'n aankoop, die heb je nu echt totaal niet nodig nog. Dat is ja, hartstikke leuk. Wil het. Maar dat kan ook over een paar maanden. Nee! Oké, dames en heren. First problem met de auto. Het is de echte test. We zijn nog geen 5 minuten bij oma weg. We zijn bij de boer. En ik weet niet of je hier met een vrachtwagen of minibus in kan rijden. Maar ik moet maar zo denken, ze rijden ook met trekkers. Dus dat zou vast wel kunnen. Gewoon gebreid rijden, maat. Ja, mijn skills zijn. Maar je moet wel even beseffen. Veel met een brede lens, dus het lijkt allemaal wat breder. Hè? Nee, het is op zich best breed. De mooie lucht ook op de camera. Ah, dit is top man, ik kan hem zo hier parkeren. Maar dat is dus wel even een dingetje. Kijk, het is allemaal leuk als je met een auto gaat rijden zo, maar met een bus moet je gewoon altijd even wel even nadenken. Van, ja, kijk daar, rubber auto wel komen. Ja, maar wat je zegt, het is wel boers, hè? Dus dan rij je ook met trekkers. Ja, dus dit is perfect. Kijk, je moet gewoon van de week koken. Gingen we even naar een restaurant toe. Normaal dan vergeer je gewoon redelijk zeg maar naar de plek toen, maar ja, nu moet je van tevoren gewoon al een beetje kijken. Ja, dit is echt een klote navigatie, daar zie je niks op. Ja, camera bedoel je. Wil je uitstappen? Dat beeld is kapot inderdaad. Teamwork maat, eerste teamwork. Hey. Kom maar! Hij ziet mij niet trouwens. Stop maar. Prima zo. Woehoe. Ik vind het zo vol op vet dat we nu al gewoon ergens heen zijn geraakt. De bus gewoon
Het voelt al echt of we gewoon een nieuw leven zijn begonnen. Echt? Hoi, joh. Kijk, we zijn bij onze favoriete landwinkel. Tijdje zijn we niet geweest. Vroeger hadden we dus op een gegeven moment melk en dat melk was dus laag gepasteuriseerd en zo. De melk is de beste trouwens. En nu wou ik gewoon melk halen weer en nu zie ik gewoon dat ze rauwmelk hebben. Ik heb nog nooit gedronken. Wajajo. Nou, neem maar slokje gelijk, denk ik. Ik heb nog nooit gedronken. Ik hou dus niet van melk. Totdat ik melk ging halen bij de boer. En dit is rauw. Het is net een eiwitshake. Ja? Ja, joh. Mag ik proeven? Top. Is lekker? Ja. Dus dit komt echt uit een uier. Kinderen, weet je dat? Ja, het is niet echt dat het nou super, super anders is. Hè? Moet je dus nagaan. Hè? Dus bij de supermarkten gooien ze gewoon suiker alles in. Hè? Is dat zo? Koken ze alles eruit? Suiker, ja, ik weet wel dat ze eruit allemaal koken. Ook de goede stoffen. Maar doen ze er ook suiker in? Zou me niet verbazen trouwens. Ja, niet bij alle merken. Ik ben er trouwens laat afgekomen dat in theezakjes ook suiker zit. En dat moet niet gekker worden. Zullen we maar gauw dicht doen voordat we hem opdrinken? Ja. Maat, melk. Hey. Oh. Hier. Kijk eens. Ga eens kijken. Ja, melk. Lekker. Doe maar. Ik wist het al, maar het is de boer in de gaten houden. Als hij met zijn hoofd in het schaaltje zit, dan ziet hij niks. Oh ja, goeie. Kijk, zie je dat? Een soort instinct. Ja. Als een dier drinkt, kan die gewoon door een krokodil gepakt worden. Dat zie je ook vaak gebeuren op filmpjes ook, hè? Dat ze dan kwetsbaar zijn inderdaad. Ja, die roofdieren wachten gewoon bij het water, ja, dan hoef je niet te zoeken. Ja, maar ja, ze moeten drinken, dus dan is het zeg maar een beetje een tweestrijd, hoor. Ja, dus uiteindelijk komen ze zo. Nou, de melk is een succes. Ik ga even de camper aankoppelen aan de stroom. Dan kunnen we het kacheltje aanzetten en de lichten. Het grootste probleem in Nederland is het hoge vochtpercentage, waardoor we de schimmel krijgen in de bus. Dus dat gaan we dit keer wel een beetje voorkomen. Dus vandaag gaan we ook voor het eerst in de bus slapen. En dat is denk ik hiervoor gewoon lekker. Voor het huis van mijn ouders, want die kunnen gewoon lekker de licht aan doen en de kachel. We kunnen s'avonds even hier bij het open haardje zitten nog. Dat is gezellig. En dan komt dat helemaal goed. Mijn vader is nog steeds bezig met die tanken. Ik belde hem net al. Hij zei, ik ben nu in de winkel. En hey, wat is dit? Ik zijn nagels aan het knippen. Donder, zit er een nagels in? Dus gaat het nu van plastic maken. Ik weet niet precies waarom. Hoppakee, stroom zit erop. Gaan we eens even kijken of wij een kachel aan kunnen gaan zetten. Voor het eerst. Laatste keer dat ik deze kachel gebruikte in de andere bus, konden we echt maar één dingetje aanzetten. Dat is 400 watt. Uiteindelijk is het dus 800 watt bij elkaar, je ziet het. Maar nu is dus gewoon 220, dat betekent gewoon dat we het gewoon allebei aan kunnen zetten. Dus let's go. Denk je al gelijk. Kijk eens jongens, hoppakee. Lekker. Alleen even kijken, want de straling gaat ook naar beneden. Niet dat de vloer dit direct in de fik vliegt. Dus ik hou het even in de gaten. Wat is dat voor een stroompikken? Stroompikken? nou, oma gaat zo meteen de ramen even beplakken. Oh, ja, die volgende. Daar gaan ze dan een beetje warmte erin doen voor de schimmel. Alvast, hè? Vooruitlopen op de zaken. Inrichten, mooi toch? Wel? Niet? Ja, toch? Nou, misschien even met je, als ik kan, even met je auto eventjes. Ik blijf een beetje zitten dan. Ja, ik heb net losgehaald, dus als het nu niet goed zit, komt het door mij. Ah, die plaat is heel krom, joh. Ah, sloopt hem alweer. Ja, ik dacht verteld, hè? Het is een busje met gebruikzaamheid. Ja, dat is altijd zo, hè. Nou, C staat er ook al in. Stoken met de deur open. Met een anti-slipmat. Nou, de rest hebben we alles in, een beetje ingedeeld al. Vanavond gaan we voor het eerst in. Oh, hier al. Ja. Hè? Ja. Nou, zou ik het toch andersom doen, denk ik wel. Hè? Waarom? Het kacheltje staat aan. Ik heb gisteren dus, zoals jullie gisteren in de vlog hebben gezien, een rare ontmoeting gehad. Of een rare, bijzondere ontmoeting gehad met een man. Als je niet weet waar ik het over heb, kun je het even kijken. Maar ik was dus aan het eten maken en zo.
Alleen, nou, dus we kunnen het nog niet schoonmaken. Because we don't have water here. So, dit ga ik eventjes dumpen bij mijn moeder. Maak het even schoon. En dan gaan we eventjes naar de winkel. Eén winkel gaan we even eten halen. En bij de andere winkel is, dan moeten we nog eventjes twee van die rekjes halen. We willen nog een spiegel halen. En we willen nog iets hier eigenlijk plakken. Zodat als je later hier schoon gaat maken en water spat hier tegen de muur. Dus van hout. Dat het niet erin gaat trekken. En dan kunnen we dit randje ook mooi afkitten. Dus daar wil ik nog even naar kijken. En ik haat schoonmaakspul, dus ik ga weg. Doei. Oh ja, en dit nog een leuke vraag. Ik heb wel best wat reacties. Ik vind dit wel helemaal irritant, liefje. Dat gaan we dus echt niet, even niet doen. Hoor dat ding gewoon weg, joh. Ja, het is... Het is toch een grapje. Ja. Ja, hoe dan ook. Ik kreeg een paar reacties. Vinden jullie het niet vervelend dat je iedere keer je wc ziet? Als je aan het koken bent bijvoorbeeld. Je bent met eten bezig en je kijkt naar je wc. Of als John en ik naar de wc moeten, vinden jullie het dan niet vervelend dat je elkaar ziet? Nee. Want ik zat... Kort antwoord, nee. Nee. Ja, nee, ik schaam me niet voor John, John schaam me niet voor mij. We hebben, in vorige video's hebben jullie kunnen zien, we hebben heel veel dingen meegemaakt. En John heeft bepaalde dingen van mij gezien, dus ja, ik heb geen schaamte meer. And we are a very nice team, so this is not the problem. Ik schaam me niet, helemaal niet. Dit is het laatste probleem. Ik ben heel blij juist dat we elkaar kunnen zien. Komt de dust open, alle warmte gaat weg. Zijn vader dat zit, jongen. Oei, yo. Hier, neem mee. Mijn handen zijn vol. Wajo, zit jij weer bij de kachel? Ja, en ik heb iets gemaakt bij de kachel. Deze dingen hebben ze in elkaar gezet en die gaan we nu nog even ophangen in de camper. Ja. Dus het boekenkastje en nog een kruidenkast. Ja, en daarbovenin dan ook nog kleine spulletjes, hè? Daar voor dat verkort het staan in de camper, maar dan willen we... Is blij. De kachel die brandt al de hele tijd, dat is super chill. Ja, het is lekker warm hier, hè? Ik heb dit zelf gemaakt, in elkaar gezet. Ja, we zijn trouwens bij IKEA geweest, we willen niet laten zien wat we hebben gekocht allemaal. Nee, nou dit is een extra potje. En extra twee balkjes. En als je even door de ringen heet, heb ik drie haken gekocht. Mooi joh. Om... Zie je dat? Handdoek... En een douchebak als je iets naar onder gaat. Boepa. En een diepere, dus dan kunnen gewoon die zeepjes erin blijven staan. Dag en jij. Dus drie spiegeltjes hebben we gekocht. Oh ja. En dit is geen spiegel, dit is... Plakfolie of zo, toch? Ja, zoiets. En nu zijn we dus even aan het kijken, want dit is een boekding. Waar komt die precies? Deze twee dingetjes die gaan we zo... Oh, het is echt lekker warm hier, maat. Het is echt... Hop! Ik voel me helemaal thuis hier. Goed zo. Dat is ook de bedoeling. Dat die gewoon hier zo ongeveer komt. En dan hebben we nog zo'n zwarte rails. En dan kunnen we dan is wordt het volop gezellig. Kijk, je hebt ook dit. Volop gezellig al, hoe ziet dat eruit? Ja? Of hier. Nou, dan kunnen we nog wel wat anders fixen, denk ik uiteindelijk. Misschien moeten we hem hier aan de rechterkant doen. Ja, ik vind hem hier zo vol handen. Dus ik dacht hier. Ja, maar uiteindelijk komt toch alles vol. Maar we moeten rekening mee houden dat er een plantje ook in komt te staan. Hè? Die klimop komt denk ik daarin. Ja, kan gewoon. Dan die klim op, kan dan zo mooi aan de zijkant zo lekker groeien. Zo. Ja, dat kan wel. Kijk hoe leuk het staat met dat hout en die plantjes. Het staat echt heel natuurlijk en mooi. Maar we hebben een laser. Ik heb eens dat schotje scheven. Nou, alleen het, ja. Het, dan zou je hem op deze al vast moeten hebben. En dan kan je dus precies dat je hem recht hangt. Maar ja, ik doe het lekker op mijn eigen manier. Ja, prima. Ja, maar kijk hoe mooi het eruit ziet. Oké, bij die deur moet je even niet gaan kijken. Die deur moet je eventjes wegbedenken. Die ga ik morgen doen, hè? Ja. Yeah. Zo, jongens. Oh, bedjes opgemaakt. Knuffel erbij. Jouw kniekussentje erbij. Ziet er wel relaxed uit. Als je ligt denk je echt, oh. Hé, hier kan ik wel aan wennen hoor. Het is wel even een gedoe. Om hem, je bed op te maken in principe. Want ik moet hem hier onderaan vandaan halen. En die kussens werken nog niet helemaal mee. Maar als er ligt ben je wel drie keer dankbaar. Dus top. Kom erbij. Dat is even niet helemaal opgegaan als plan. Zit scheef en zo en ik ben er echt wel klaar mee. Dus ik ga morgen vroeg verder, want anders verneuk ik zo meteen. Of anders pest ik zo meteen de hele muur. Toch is het wel eng als je in die kaaskeer en als je op je hoofd valt. Dan ik zou niet weten wat er dan willen gebeuren. Ook hier ligt toch. In ieder geval mensen. Van zijn leeg. Van het goede leven. Zo. Ik hoor ook even wat. Nou, de eerste nacht in de camper ging niet heel goed, hè? Wat? Tot zover met die plankjes maken en zo.
Ja, ik voelde dat toen ik ging beginnen was ik gewoon veel te moe en ik kon niet echt goed nadenken met meten. Toch dacht ik, ja, ze moeten even snel erin. En nu zitten ze scheef en niks eruit gehad en dan gaan we morgen verder, dus het komt best goed. Alleen niet nu. Soms, ik heb dit al een keer eerder in mijn leven gehad. Al zo vaak? Nee, maar dan ben je gewoon, dan is het aan het eind van de dag, s'avonds later, en wil je het per se afmaken. Terwijl je de volgende dag verder gaat, dan heb je het zo gepiept. En dan zit het mooi. Wat is het dan? Dus, maar we gaan lekker slapen en we laten jullie morgen weten hoe we hebben geslapen. Dus ik zou zeggen, check de video van morgen of overmorgen. Ik weet niet wanneer die online komt, maar check jullie snel weer. Wel te rusten. Kijk, dit is onze uitzicht trouwens, voor als we in de camper zitten. Nou, we liggen dan hier lekker in bedje. De lampjes. Dan zie je zo de keuken, kacheltje. Oh, zonder gelijk kleding op de grond gepleurd. Lekker bezig, maat. Nou, dit is gewoon hoe ik altijd doe. Dit is ons uitzicht, zeg maar. Op zich wel prima. Is tof, je ziet. Ja, maar dat heb je altijd. Good night. Auw, doe maar bij de.